Hier in Amsterdam, aan de Brouwersgracht 276, huist de stichting Fonds voor de Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst. Hier komen de subsidieaanvragen binnen van architecten, vormgevers en beeldende kunstenaars. En hier wordt, door deskundigen, over die aanvragen beslist. Positief of negatief. En achter gesloten deuren. Ja, ik vind het heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ik ben een voorstander. Dat is mooi. Weinig onderzoekend. Vond enige spanning eigenlijk heel slecht. Ik kan er echt geen kant meer op. Het zit ook helemaal dood. Er zit geen enkel leven in, zeg maar. Ik vind het heel prikkelend werk. Er zit een mooi breed spectrum in, waarin talloze mogelijkheden sluimeren. Vaak heeft hij hele mooie oplossingen in het beeldvlak. Ja, ik geef het hem graag. Ja, het komt bij mij over als koekjes die ik al te vaak gepresenteerd heb gekregen. Overbodig weer. Volmaakt overbodig. We houden daarover op, jongens. We zeggen dat we vinden dat het niet voldoende zeggingskracht heeft. Nou, leuk. Met de werkbeurs hoop ik een nieuw atelier te kunnen huren. Het huidige atelier waar ik in werk raak ik kwijt wegens ontruiming van het zebrahuis. En ook hoop ik genoeg verf en doek ter beschikking te hebben om nieuwe ideeën uit te voeren en groter te werken dan ik tot nog toe heb gedaan. En wat ik wil doen is het maken van schilderijen met de technieken die ik zelf heb ontwikkeld, als het spuiten, schabloneren en het schilderen met een plastic. Ja, nou ja, ik vind het leuk om een ding uit te voeren. Daar heb je dus vrij veel geld voor nodig, omdat het roestvrij staal is 12 kilo of zo. En ik vind het een mooi sociaal onderwerp ook. En ik denk dat het ding wat geld opbrengt, niet in productie, maar meer in spirituele dingen. Naar verwachting zal een groot gedeelte van het stadsstipendium opgaan aan presentatie, documentatie, profilering en promoting van mijn werk en van mezelf. De activiteiten in het buitenland wil ik uitbreiden via de contacten die ik heb. Wat mijn werk betreft wil ik momenteel en in het komende jaar werken aan grote krijttekeningen en eventueel schilderingen, 2,5 bij 2 meter, om zo het monumentale karakter van mijn werk nog extra te benadrukken. Na zorgvuldige afweging gaat het erom uiteindelijk een uitvinding te doen in vorm en kleur. Het magische moment te beleven. Ik probeer te ontsnappen aan louter formele aspecten. Inhoudelijk komt het voor mij neer op de vraag naar, of liever gezegd, mijn houding tegenover de realiteit. Wilde kunst. Als verschijnsel, niet het gevaar lopen in zichzelf te gaan rondzingen, zoals tussen een microfoon en luidspreker, dan zal zij in reëel aandeel moeten krijgen in de wereld van ideeën en besluiten. En niet, zoals nu het geval, tegemoet komt aan de wensen van een bovenlaag in de samenleving. Het werkelijke domein van de kunst is groter dan men nu laat zien. En ik tracht dan ook binnen mijn werk deze grenzen te doorbreken. Om deze reden zoek ik binnen mijn werk. Ironisch of diepzinnig, gewichtig of bescheiden, de kunstenaars spannen zich in om hun aanvraag overtuigend te motiveren. Maar ook de dia's en foto's zijn uiterst belangrijk voor de presentatie van hun werk. Want er hangt veel van af. De praktijk immers wijst uit dat van de aanvragers van individuele subsidies ruim 1/3 voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria. De rest valt af. En dat heeft sociale, persoonlijke en artistieke consequenties.
Ook bij het verlenen van beroepskostenvergoedingen, een andere subsidievorm van het fonds, worden eisen van artistieke kwaliteit gesteld. En ook hiervan wordt een groot deel afgewezen. Wat belangrijk is geweest voor de commissie bij het afwijzen van uw aanvraag. Ja, als u er helemaal niet mee eens kunt zijn en u denkt echt dat de procedure van... U kunt eventueel in beroep gaan bij het bestuur. Dan komt u bij het bestuur van het fonds terecht. Nou, de kans is... Nee, u moet dat niet allemaal persoonlijk op mij richten. Maar de kans is groot dat er geen procedurefouten gemaakt zijn. En het bestuur staat achter de mensen die zij aangesteld heeft. Nee hoor, meneer, u kunt niet aankomende periode, maar daarop volgende periode weer opnieuw aanvragen. En dan wordt opnieuw bekeken of u dan wel professioneel bent. Ja? Nee hoor, meneer, dat bestaat uit kunsthistorici inderdaad, maar vooral uit beeldend kunstenaars. En dan zowel uit de regio als uit de Randstad en vanuit verschillende disciplines. Het gaat zeker niet om vriendjespolitiek. Het gaat er natuurlijk niet om dat als u iemand kent, u dan zegt... Onbegrip. Teleurstelling, woede. Begrijpelijke reacties van afgewezen kunstenaars. Maar iedereen die voor zijn werk afhankelijk is van subsidies, kent die gevoelens van argwaan of achterdocht ten opzichte van de dames en heren die in besloten vergaderingen over de aanvragen beslissen. Om een inzicht te geven in hoe de besluitvorming tot stand komt, volgden we de beraadslagingen van een van de 7 commissies individuele subsidies. Dit is de adviescommissie C, Beeldende Kunsten. Ze behandelt de 5 kunstenaars die we eerder op een atelier filmden. Als eerste is aan de beurt de schilder Johan van Opstal. Hij vraagt een startstipendium aan van 35.000 gulden. Lolend 1 uit 87, 70 bij een meter... Een tekening op papier. Lolend 2, ook uit 87, 70 bij een meter. Dit is 50 bij 70, 87. Dat is een detail van de vorige. 60 bij 70, olieverf op doek. Het werk uit 89, daar krijg ik een stuk of 7 van. Dat is heel recent dus. 1 bij 1, olieverf op doek. Nog een keer 1 bij 1. Dit is 3 maal 30 bij 40. Een meter bij 1 meter. Olieverf op doek. 35 bij 70 centimeter. Tekening en acryl op paneel. Dat zijn ze. Wie wil het woord? Servi, wil jij beginnen? Of val ik je? Ja, ik vond het een hele ambivalente aanvraag in die zin dat zeg maar die de tekeningen totaal andere informatie geven dan de schilderijen later. Dus er is duidelijk sprake van een keuze geweest om die gevoeligheid die in het handschrift zit in te wisselen voor een bepaald idioom in het schilderij. Dus meer naar een soort van bijna stilistische beperking teruggebracht. Daarin kom ik niet dat explorerende tegen wat de tekeningen wel hebben. Ik moet met name zeggen dat die eerste schilderijen intrigerender waren, omdat er meer gebeurde eigenlijk, maar ook naar het schilderen zelf. En daarna wordt het eigenlijk, denk ik, een beetje al te eenvoudig in de bepaling van het beeld en het gebruik van de beeldmiddelen. Ja, maar ik wilde graag de anderen over horen, want ik neig naar nee en ik ben heel ambivalent door de aanvragen. Maar het kan toch best iemand zijn die, als hij terugkomt op zijn verkeerde bepaling, wat je dus kunt zien, misschien toch nog... Vond je niet erg
De eerste tekeningen nog Ansia Blom-achtig. Jawel, maar ik probeer ook dat als een authentiek handschrift te lezen en niet meteen te denken aan andere kunstenaars. Het is een academieverlater, dus... Philip. Ja, oh nee, Martijn, geen gang. Ja, wat ik een beetje zwak vond in dat laatwerk, ik had precies hetzelfde wat Servi had. En wat ik zo zwak vond in dat laatwerk was dat hij dat beeld steeds indeelde met lijnen. Daar eigenlijk motief aan ophing. Hè. Dat was eigenlijk een hele, ja, een soort trucje bijna. Een hele gemakzuchtige manier van een beeld zoeken. Ja, ja. Dus in die zin vond ik het steeds zwakker worden. Wanneer is hij van de Ik ken hem heel erg in zijn verhaal. In Servi's verhaal. 87, ja, ja, dus even. 2 jaar na de academie. Jan. Ja, ik vind het een duidelijk voorbeeld van iemand die, zijn, die snel vanuit een natuurlijk handschrift, of dat nou op iemand lijkt of niet, dat wil ik er even buiten houden. Want vergelijkingen zijn natuurlijk toch wel heel makkelijk te maken met andere kunstenaars, om de eenvoudige reden dat er veel zijn en vele handschriften zijn. Maar goed, als ik aanneem dat de tekeningen oprecht zijn, hè, die komen althans bij mij vrij oprecht over, dan vind ik dat iemand veel te snel komt en te gemakkelijk komt tot een stilering van vormen. En dat we, en ook wel weet wat de materie kan doen op een vlak. En daarom zijn die eerste schilderijen, die werken wel een beetje. Omdat die materie, die krijgt een soort functie met die vorm. En dan tenslotte vermagert het zo sterk. En ook zo schabloonmatig. Dan blijft er ook helemaal niets over. En dan kom ik weer terug op die eerste tekening. En dan denk ik, dat is het beste wat je laat zien. En misschien wel het meest eigene. En de rest, ja, dat is... Dus je sluit je zeer aan bij wat Servi zegt. Ja, absoluut. Dus, en ik ben negatief. Ja, ik ben ook negatief, maar daarom niet weet. Ja, heel duidelijk. Door die ontwikkeling. Ja. Ja. Even kijken. Philip zwijgt ostentatief, mag ik wel zeggen. Marja, wil jij... Je hebt er iets over gezegd. Ja, ik was nog negatief. Ik vond dus de eerste tekeningen die jullie dan... oorspronkelijkheid toedichten, vond ik heel sterk in het idioom van Ansia Blom zitten. Daarna vond ik het gaan naar Eli Content en een vrij hele makkelijke dan beeldopbouw. Iets wat Eli dan ontwikkeld heeft, dan neemt hij gewoon over. En daarna gaat hij blijkbaar op zijn eigen richting, maar dan wordt het heel mager. Dan blijft er eigenlijk niks van over. Servi, sluit je daarbij aan? Wat is de kern van onze kritiek? Ja, je zou kunnen zeggen, te veel invloeden van buitenaf. En te... Ja, ik vind dat veel meer. Zeggingskracht is het absoluut. Het werk is geheel dood en aan het eind zelfs gemanierd. Ook nog een keer. Dat is absoluut verwerpelijk, vind ik zo. Nee, ik weet echt, er is geen kans. Het is helemaal vastgelopen. Dan is het goed dat je verder gezwegen hebt. Maar misschien is het inderdaad goed om ook nog aan te geven dat ook de ontwikkeling dan te lusten. Ja, iemand die helemaal verslag is in ieder geval. Je doet het vaak als je net van academie bent, hè? Hebben we behoefte aan even 5 minuten pauzeren? Gaat het er ook om de commissieleden bij de les te houden? Dus ze te houden aan de eenmaal afgesproken uitgangspunten, criteria? Ja, in ieder geval om ze eraan te herinneren zo af en toe. Ik bedoel, het is vaak heel moeilijk om een oordeel te hebben over kunst. En omdat... om dat goed te doen, moet je ze nog wel eens ook hun eigen uitspraken in herinnering roepen. Maar daar mag je ze niet op vastpinnen natuurlijk. Wat zijn die criteria? Als ik nu zo'n rijtje op zou sommen, zou dat heel absoluut klinken. En zo is het natuurlijk niet. We hebben lang gepraat toen we begonnen als commissie, hoe je daaraan moest werken. En... we hebben wel een soort kern nu ontwikkeld waar we tevreden over zijn. En waarvan we ook vinden dat je daar heel goed mee kan werken. Het criterium is natuurlijk het werk zelf. En die kan je op een aantal dingen, aspecten beoordelen. Heel kort gezegd zijn dat de manier waarop het gemaakt is. Dus zeg maar het technische, het vakmanschap. De inhoud, dus waar het over gaat, het werk. Dan vervolgens kijken we naar... de kracht waarmee het gezegd wordt, de zeggingskracht of de verbeeldingskracht, is natuurlijk heel belangrijk. Zo niet het belangrijkste. En oorspronkelijkheid, dat zijn eigenlijk de 4 kernpunten van ons oordeel. En daar zit natuurlijk wel weer een heleboel omheen. Want je kijkt naar de context waarin iemand werkt, naar de verwachtingen die hij heeft. Je kijkt ook naar het totale oeuvre, hoe verhoudt het ene werk zich tot het andere.
Welke verwachtingen heb je van iemand? Nou, er speelt natuurlijk een heleboel nog omheen. Beginners... Functionaliteit bijvoorbeeld. Ja, bij beginners die natuurlijk van de vooral komen. De verwachting die je hebt. En dat kan er wel eens zijn dat iemand erg nog werkt in de stijl van de academie, maar dan zoek je toch weer naar het eigen karakter. En nou ja, dat zijn heel concrete werktuigen eigenlijk in de handen van de koers. Het klinkt al een beetje abstract, maar toegepast op een oeuvre kan je daar heel concreet over praten. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat, ongeacht al die criteria, mensen gewoon soms zeggen, ik heb er niks mee. Of ik vind het prachtig en ik kan niet uitleggen waarom. En ja, dat blijft dan natuurlijk ook staan. Dus we hebben een soort oordeel ontwikkeld, denk ik, hoop ik, waarvan je kan zeggen, nou, het is niet een absoluut subjectief oordeel. Dus het is niet een soort anarchie van zes afzonderlijke meningen die bij elkaar opgeteld worden. En aan de andere kant is er ook niet een absoluut waardeoordeel wat vast ligt. Het zit ergens daartussenin en dat is dus iedere keer heel spannend. Kijken hoe dat uitpakt. Dreamscape. Werk van Theo Niermeijer, schilder en beeldhouwer. Hij vraagt een projectsubsidie aan van 33.000 gulden. Shrine in landschap. Samurai. Elementalen. My life, your life. Voldoende gezien. Iedereen in zijn hoofd. Martijn, jij is beginnen. Ik vind het heel moeilijk. De situatie zoals die in het atelier in beeld is gebracht is natuurlijk wat problematisch. Er is zoveel op elkaar dat je nauwelijks een beeld geïsoleerd kan zien. Die stapelingen die hij maakt vind ik eigenlijk vrij krachteloos beeld opleveren. Je kan natuurlijk ontzettend lang doorgaan met dat soort beelden te maken, maar ja, wat ruimtelijk zie ik eigenlijk niet ontzettend veel aspecten aan dat hij daar iets mee doet. Het is allemaal vrij plat, het is allemaal vrij frontaal als ik het zo zie. Mm-hmm. Dus ja, ik heb eigenlijk weinig houvast aan deze dia's. Dus ik vind het heel moeilijk om een beeld van de ontwikkeling en van wat het nu werkelijk is te vormen. Wat zijn je advies? Nou, ik zou eigenlijk wel anders willen horen. Ja. Goed, even Auken. Ja, ik denk dat het toch goed is om een atelierbezoek te doen. Ja. Het is een hele bijzondere man, vind ik. Ja. En deze dia's die zijn redelijk verwarrend. Het is een soort landschap wat hij maakt en dat is natuurlijk prima. Ook om ingelicht te worden bij zo'n atelierbezoek over wat er nu echt aan de hand is. Omdat het plan wat hij heeft, waar hij geld voor vraagt, te maken heeft met een hele uitgesproken setting. Er is een omgeving, daar is een restaurant, hij wil iets ontwikkelen. En dan zouden toch op zijn minst zouden daar ontwerpen van moeten zijn. Of voorstudies, om zo te zeggen. En, want hij spreekt al over hoe je dat moet maken in metaal en zo. Dus ik denk dat je veel beter voorgelicht moet worden. En, over het werk zelf. Ja, over het werk ook. Maar ook eigenlijk wat hij vraagt in verhouding tot waarom wij dat bij moeten dragen. Dus ik denk dat het goed is om hem te bezoeken. Hij is toch ook die man, toen ze bij het AMC beelden gingen kopen, gewoon één hele grote vrachtwagen vol met dat werk aangereden heeft en daar gedumpt heeft op de stoep. Ja, hij werkt vaak met de cargo-bedrijven. Hij ook bij Piet Kleven kwam in met een grote aanvoer. Ja. Op zich, ik vind het allemaal prachtig. Dus hij heeft er ook veel. En, ja. Maar er zijn soms hele mooie beelden bij. En het platte waar je het over hebt, dat is typisch. Die beelden zijn heel frontaal, maar het gaat ook over plat. Dus in zoverre kan het nooit een plastisch bezwaar zijn. Het gaat over plat. En dat is eigenlijk heel bijzonder, vind ik eraan. Oké. Sylvie, wil jij dan iets aan toevoegen? Ja, wat ik voel in de dia's klopt wel met de constatering van Auken dat het een bijzondere man moet zijn. Omdat
Ja, wat ik erin voel is dat inderdaad het opheffen van het onderscheid. En een atelierbezoek zou juist daarin klaarheid kunnen brengen. En op zichzelf voel ik weinig verwantschap met het werk. Misschien ook door die houding, maar dat neemt niet weg dat het misschien toch helderheid kan verschaffen in de uiteindelijke oogmerken die hij heeft. Heeft, ja. Filip en Jan, mag ik het gewoon even... Hebben jullie bezwaar tegen een atelierbezoek? Nee, hebben jullie behoefte om nog veel aan toe te voegen wat er gezegd is? Nee, nou één ding, ik vind ook wel dat... Nou ja, goed, dat moet dan inderdaad uit het atelierbezoek ervoor zijn komen. Jij kent hem beter. Maar... Ja, nee, ja, dat bedoel ik ook echt. Het is wel, als je dat zo gepresenteerd krijgt, is het ook niet helemaal voor niks. En ik weet niet of dat nou een pre is. Want je proeft het ook in dat prachtige stuk proza. Wat laat ik zeggen, zo'n stuk heb ik sinds de bevrijding niet meer gelezen. En dat... De indruk is dus, laten we even totaal chaos. En er zal wel eens een aardig werkje uit voor te komen. Dat is zo, want ja, als je veel maakt... Maar kennen jullie allemaal zo'n werk dan helemaal? Ik ken sommige van zijn werken, maar ik ben niet zo enthousiast als anderen. Nee, het werk is niet chaotisch, maar de manier waarop hij het hier presenteert... is een beetje als een grote tuin waar weinig in gebied is... waardoor je de mooie plantjes niet kan zien. En vandaar dat je dus niet echt de theorie mee hebt. Logo. Dit noem jij een logo, hè? Nee, hoor. Het is een, nou ja, een logo. Het is een soort herkenningsteken. Maar ik was met die gast bezig om... dat is iemand die heeft een metaalfabriek en is een beetje gelieerd in Van der Valk. Dus dat was een entreetje. Ja. En waarschijnlijk kan ik daar een ding uitvoeren. Ja. Dus dan helpt hij me met de uitvoering. Maar ik moet wel met wat geld aankomen voor de eerste materiaalkosten. Ja. En dan zoek ik dus via die van de vak plaatsingsmogelijkheid. Hm. En dan wil ik graag mijn geld van het materiaal weer terug hebben. En dan ja, verdienst. Ik hoef er niks aan te verdienen. Maar het was voor ons zo moeilijk om te kijken waar je het in je brief over had. Hè? Ja. En nieuwsgierig als we zijn, dachten we, wat zou die nou bedoelen? Hè? Ik heb meer van dat soort dingen gemaakt. Ja, ook al weet je er niks ervan af, dan is het toch goed dat je ernaar kijkt als je er langs fietst. Of een glimp. Ja, werkt altijd, hè? Als het wat is, dan werkt het, hè? Ja. Sowieso. Kunt u wat zeggen over uw andere werk? Ja hoor, dan kan je misschien even meelopen. Dan, ja. Dat is een landschapje in Australië. Ik heb altijd, als ik op reis, neem ik gewoon gouache. En dan doe ik op kartonnen dozen of een beetje wel later zo'n landschap. En daar in de hoek heb je wat landschappen van Portugal. Ja. Laat het dat er niet af? Dat er die, of trekt het in het papier? Laat het dat er niet af? Dat, Nee hoor, het is gewoon wat roest en zo. Ja. Maar dat trekt echt in het papier. Ja. Ja, dit is dan een metalletje, maar dat is wel een goede laten zien. Die zuigt die verf snel op en is het snel droog. Ja. Ja, kijk, ik loop een beetje door elkaar. Ik heb een heleboel onderwerpen. Ik heb dus aquarel, die roestdrukken, beelden, die oude tekens, schilderijen die vrij zijn. Ook weer soms geënt op andere dingen. Maar dat loopt een beetje door elkaar. Dat is je eigen vorm en wat er al is. En dan heb je een soort affiniteit en dan heb je een soort mix. Ja, ik vind het heel veel met elkaar te maken hebben, want ik vind de beelden eigenlijk altijd met permissie, altijd zo tekens. Ja, dat verraadt zich toch altijd in alle dingen. Hm. Ik vind het heel dicht liggen bij wat je, dat zeggen, jaren geleden maakte, hè? Maar ook redelijk platte, tekenachtige dingen. Ontkomt, die schrijven. Nee. Zelf eigenlijk. Ja, ik vind het heel logische verbindingen mee. Hm. En, want ik ken jou eigenlijk natuurlijk ook al heel Wij zijn, ja, het is niet zo belangrijk als allemaal studies, maar ik vind het leuk als ik... Naast het plezier mee kan doen. Het werk op technisch stelt niet veel voor. Ja. Maar je moet al die dingen die je maakt eigenlijk zien als een soort...
Ben je niet bang dat het alleen maar bij patronen blijft? Nou, wat vind je bijvoorbeeld van Escher? Die vind ik goed. Hm? Ja. Maar Keith Haring vind ik ook goed. En ik vind ook Wim Schippers goed. Het is een combinatie. Ik ken Escher zijn beperkingen. Dat is alles in het. Ja. En ja, ik probeer dat. Het komt. Ja, hier is dit geen motief meer, maar het is wel het religieuze aspect, dat het gewoon een icoon is. Hm. Het is een aantal heiligen. Ja, ik kan zeggen dat het op mij overkomt als het neerzetten van een aantal beeldjes in een kitschwinkel, in een souvenirwinkel. Nou, dat heb ik vaak vermeden, maar inmiddels ben ik er ook niet meer bang voor. Sinds de Amerikaanse golf is dat, maakt het ook niet meer uit. Zie je, als je dat, maar deze is als je dat vorige beeld maar even terughaalt. Ja. Hoe zie je dat dan zelf? Hoe interpreteer jij dit beeld nou? Dit is mijn final Buddha piece. Ja. Ik heb op straat in verschillende combinaties gespoten en ik heb andere gezichten ingehad en dingetjes. Maar als ik er een schilderij mee moet maken, dan laat ik Buddha gewoon wat hij is. En dan verstevig ik hem toch nog wat. Ja, dit is inderdaad toch ook weer die symmetrie. Daar ben ik dan weer op uitgekomen om ja, de final Buddha. In wezen blijf je heel dicht bij de realiteit, hè? Dit is helemaal realistisch, ja. Ja. Heb je eigenlijk niet het idee dat door de techniek die je gebruikt, hè, het spuiten, wat dus eigenlijk nieuw is, of eigenlijk al niet meer zo nieuw, maar dat eigenlijk de moderne kant van je werk is en dat het verder betrekkelijk traditioneel is. Maar dat het feit dat het gespoten is een soort image krijgt van een andere tijd. Zou je dat voor kunnen stellen? Dat de gedachte bestaat? Ja, voor een gedeelte wel. Ik hou ook bewust vast aan die technieken die ik heb. Ja. Omdat ik vind dat ik daarmee moet bewijzen dat daarmee dingen kunnen. Ik exploiteer de vondst, de uitvinding van het schabloon. Ik denk van hiermee moet ik die hele geschiedenis voortstuwen. Hugo Kaagman wil een werkbeurs van 42.000 gulden. Het is de tweede keer dat hij aanvraagt. De vorige keer werd hij afgewezen. Hij maakt constant gebruik van dezelfde beeldmiddelen of van dezelfde techniek. Daar hebben we natuurlijk ook naar gevraagd, waarom doe je dat? Waarom ga je niet op een gegeven moment schilderen? Nou, hij vindt zelf dat hij trouw moet blijven aan die techniek. Van, nou, daar is hij mee begonnen. Dat is natuurlijk ook dat straatgebeuren geweest. Hij wil daar ook duidelijk mee verder gaan. Hij heeft daar ook een hogere graad toch van perfectie in bereikt. Ik vind zo'n prettig soort onbekommerdheid. Dat vind ik aan. Ja, ik vind het echt onbekommerd werk. Dat hoort me gebruiken. Maar het is niet. Ik heb een beetje. Wat ik dus ook weer gehoord heb. Ja, dat is een goede eigenschap voor een kunstenaar, of niet? Nou, hoeft niet altijd zo te zijn, denk ik. Maar dat is een beetje aan wat er in het beeld dan. Uiteindelijk is van belang, wat doet het werk? Is het vanuit een dwangmatigheid ontstaan? Het kan allemaal niet schelen. Hoe komt het over? Wat is de uitstraling van het werk zelf? Dus hoe het gemaakt wordt, daar geven we een natuurlijke beschrijving van. Maar uiteindelijk wat je ziet, dat valt het moeilijkst te beschrijven natuurlijk. En wat jij erin ziet of hebt gezien, dat konden wij niet zien. Maar we vonden het. We appreciëren wel, hè, Maya, het standpunt wat hij inneemt. En het zijn niet de producten zelf, de individuele producten. Het is de rij, dat bedoel ik eigenlijk. Het tegelpatroon is het totaal. En dan moet je alle schilderijen als een. Kijk, net zo goed aan de alle leerlingen geven die cum laude op een academie geslaagd zijn. Of zo. Waarom? Nee, het gaat over dat je de vraag goed begrijpt en dat je die vraag ondersteunt ziet door wat ze bij die vragen doen. Dat is hun werk, foto's en. En ik vind dat niet dat ik er zoveel van weet, maar ik hou ervan. Ik bedoel, beeldende kunst, dat is wat. En daar kijk ik graag naar en ik zie graag wat een ander doet. En zonder die liefde zou ik hier ook niet willen zitten, want er is geen enkele reden om te denken dat ik deskundig ben of zo, dat ik meer weet dan een ander. Dat is niet de reden om hier rond te lopen. Nee, en dat is ook toen niet je beeld met elkaar zoeken tot een oordeel komen, zo goed als je kunt. En je hebt te maken natuurlijk toch met allerlei mensen. Hm. En ik vind ook dat het
Nou, dat het heel behoorlijk gaat. Om te zeggen, wij hebben de kennis en uitsluitend. Om te zeggen wat goed en wat niet goed is. Nou, we hebben het bijna, maar we hebben het natuurlijk niet echt. Dat is niet waar. Maar door de samenstelling van de commissie geloof ik dat er weinig vergissingen zullen worden gemaakt. Visjes. 87, 82 bij 1 meter 3, olie, verf en acryl. Nicolette Hartong heeft een aanvraag ingediend voor een startstipendium. 35.000 gulden. Tempera Mutantur 2, 1,80 bij 1,45. Olieverf op doek. Tempera Mutantur 1, 1,80 bij 1,40. Tempera Mutantur Indian Red, 88,89. Pastel op papier. Nou, Cato, ja, volgens mij is er wel een wil om kunst te maken, maar er is geen aanleiding om het te doen. Want er is geen motief en er is geen beleving. En er is dus, er wordt een beetje in paniek gezocht naar vormen. En die worden overal vandaan gehaald. En tenslotte maar dicht bij huis gezocht, misschien in een kerk of zo. Om toch maar tot iets te komen. Het wordt in saaie bouwsels of composities dan ons voorgeschoteld. En ja, dat is toch allemaal, zo moet het niet gaan hoor. Ik vind dit, zou je kunnen heel goed makkelijk kunnen vatten onder de term te weinig zeggingskracht. Gewoon, er is geen basis waarop dit werk ontstaat. Er is alleen maar een techniek gehanteerd. Of het nou krijt of wat dan ook is. Ja, het is ook moeizaam. Om het een vorm te geven. Het is saai en dodelijk vermoeiend werk. Het gekke is dat ze het heel goed weten verwoorden. Ja, prachtig. Ja, dat is heel nieuwsgierig. Ja, een heel goed verhaal. Daarom is het zo jammer dat het niet... Dat je daar niks van krijgt te zien. Hè? Zijn we niet... Nee, teleurgesteld en daardoor extra streng? Nee? Ik heb het niet willen zijn. Ik heb echt mijn best gedaan. Ja, ik ook. Dat wil ik wel graag goed vinden. Dat het kan vanaf het eerste moment niet. Hè. Dat is onmogelijk. Nee? Ik heb ook gezegd, er is een wil om kunst te maken. Dat haal je ook uit... Dat lees je uit de tekst. Maar ja. Nou, er is zelfs een soort visie, maar het is geen beeldende visie. Het is absoluut geen beeldende visie. Taalkundige. Een literaire gedachte. Wil iemand nog iets over het werk zeggen? Jullie zijn allemaal erg eensluidend. Geen sprake van enig eigen idioom. Het is allemaal zo vast als een huis. Jammer. Dat kunnen we natuurlijk niet schrijven, dat muur vast is. Wat schrijven we wel? Ik dacht te weinig zeggingskracht had. En die ontwikkeling is natuurlijk toch dat die er niet is een belangrijk aspect. Geen ontwikkeling inderdaad. Geen ontwikkeling. Nee. Steeds hetzelfde motief. Dat is ook kras. En geen... Ook niet zoveel, ook geen beeldende kwaliteit in het werk. Of wel? Nee, toch? Nou, zo af en toe had ik even, dacht ik. Nee, nou, absoluut te weinig. Ik heb het niet kunnen ontdekken. Nee. Goed, dan krijg je het niet. Helaas. Een commissie heeft niet altijd gelijk. Het is ook niet willekeurig, maar je wordt er zeker ook fouten gemaakt. Dat kan niet anders. Je kan, God weet, worden zelfs wel eens een genie gemist. Die kans lijkt me bijzonder klein. Maar er zal wel eens marginaal een vergissing ontstaan. En dat is treurig, maar daar is niks aan te doen. Ik weet geen beter systeem. Ik moet zeggen, toen ik daar naartoe ging, voor het eerst... Ja. Dan kwam ik met een gezond wantrouwen tegen de macht. Want het is natuurlijk toch een machtspositie, in zekere zin. Ja. Want je beslist over mensen hun geld en mensen hun leven bijna, hè? Ja. En zelfs is het afwijzen van iemands werk van een kunstenaar een aanslag op zijn hele persoonlijkheid. Dus het zijn vrij krasse dingen die er kunnen plaatsvinden. En toen ik voor het eerst kwam, had ik ook zeker wantrouwen tegen de manier waarop besluitvormingen in dit soort dingen tot stand kwamen. Ik kende ook veel kunstenaars die weliswaar afgewezen door een andere commissie. Ja. En anderen die weliswaar aangekocht of gesubsidieerd of wat ook. Maar ik dacht, één verkeerd woord en ik ben verdwenen. Hè? Ja. En het woord heb ik niet gehoord. Dat is me ontzettend meegevallen. Maar wat had het verkeerde woord kunnen zijn? Sjoemelen, vriendjespolitiek, niet serieus naar de dingen kijken, geen discussie. Laten we zeggen, dus niet met respect omgaan met de ingezonde materialen. En dat heb ik niet kunnen ontdekken. Je bent wel mede
plichtig aan het afwijzen van waar mensen hun beste energie in hebben gestopt. En dat is vervelend. Dat is dus niet leuk van het werk. Er is niemand die dat leuk vindt. Dat voel je ook? Ja, nee, maar dat kan je ook. Je hebt die vergadering weg, maar dat kan je ook wel eens merken. Dat dat wordt jammer, vervelend. En, maar het is wel een verantwoordelijkheid die je moet nemen. En daar wil ik ook wel voor staan. Maar het is vervelend, want je vernietigt iemand zijn zelfrespect vaak. Althans, zo kras is misschien, maar een afwijzing kan gevolgen hebben. Dat is niet onbekend. En dat is heel vervelend. Er is geen oplossing voor. Er is niet één die ik ken. Nee. Weet jij hem misschien? Want ik kan ook zeggen, en dat laat ik zeggen, als er poen genoeg is, ja, ieder het zijne. Hè? Je kan ook zeggen, de ideale maatschappij is een maatschappij waarin ieder kan nemen naar behoefte. Zo, ja. Hè? Maar dat is dus niet zo. En dan moet dus de poen gewoon stomweg verdeeld worden. En als je nou over kunst denkt, moet je dat wel in termen van kwaliteit doen, dan zo zorgvuldig mogelijk. Omdat anders is er geen kunst. Ja. Want is er een brei van dingen die geen waarde hebben. Want waarde is iets wat je afmeet een andere waarde. Jij acht jezelf wel iemand die over de kwaliteit... Nou, ik ben blij dat je moet lachen. Laten we zeggen, kijk, het is niet voor niets dat er in zo'n fonds verschillende commissies zijn van iedere 5 leden. Want dat moet je niet in je eentje gaan doen. Hè? Dus nee, in mijn eentje zou ik dat natuurlijk ook niet kunnen. Maar de besluitvorming gebeurt niet in iemand zijn eentje. De besluitvorming, er zijn wel standpunten, maar daar wordt ook over gepraat en gediscussieerd. En het komt zeer regelmatig voor je dat mensen, ik ook, van standpunt veranderen door argumenten van anderen. En ik geloof dat dus vrijwel altijd in het voordeel van de kunstenaar uitvalt. Want het is wel zo, wat we willen is uitdelen. Ja, als daar reden voor is. Je wil dolgraag, want je gunt het aan iedereen, in principe. Dus als het even kan, graag. Als er even twijfel is over het materiaal, komt een atelierbezoek. En dat valt vaak in het voordeel uit. Niet altijd, maar procentueel. Veel vaker wel dan niet. Dus er wordt wel zo zorgvuldig mogelijk geprobeerd om het belang van de kunstenaar in het oog te houden. The way you are, the way you want to be. Keukenmeester, 88. Zonder titel uit 88. Henk van Dijk wil een werkbeurs van 42.000 gulden. Ook voor hem is het de tweede keer. Zijn eerste aanvraag werd gehonoreerd. Same time, same place, 89. Kraam zonder titel. Kraam zonder titel. En de overzicht bij Van Rijsberg in Rotterdam. 89 is het. Auken. Yeah. Ja, ik vind net aangeklede beelden. En heel theatraal, heel illustratief ook. Ik vind het heel vormelijk. En dat bedoel je ook met aangekleed? Of met... Ja, nou, het is niet zo'n goede term. Ik laat zeggen, je moet me die logica maar even gunnen. Dat woord is niet helemaal uit te leggen, maar... Je begrijpt dat of je begrijpt het niet. Oké, beeld. Nee, ik ben niet geroerd hierdoor. Nee. En ook niet door het verhaal. Net op, het is aan de tweede plaats, denk ik. Servi. Ja, die associaties heb ik niet van aangeklede beelden. Vergeet bij hem dat het beelden zijn. Dat worden autonome werken. Die bestaan uit een heel rijk scala van verschillende middelen die gewoon ingezet worden om goed werk te maken. Daarom zeg ik ook van, ik vergeet die problematiek van sculptuur, of ik zie hem niet als beeldhouwer in de eerste plaats, maar ik zie het gewoon als iemand die in staat is om goede autonome kunstwerken te maken, die prikkelend genoeg zijn om de aandacht voor een lange tijd vast te houden en een hele scala van associaties losmaken, wat ik heel aangenaam en prettig vind. En ik ben er wel geneigd om het te ondersteunen. Ja. Ik zei niet dat ik het ondersteun, alleen als ik het zo zie, vind ik het, prikkelt het me niet. Ik vind het ook zo keurig allemaal, zo af, zo... Ja. Nee, ik ben het er mee eens, want ik vind juist... Dat wil zeggen, het is een bepaald soort kunstenaar. Je hebt kunstenaars die hebben een goed met een vocabulaire en ontwikkelen daarbinnen verder. Dat is een bekende weg, dat wordt meestal behandeld. En je hebt ook kunstenaars
Marinus Boezem is ook zo iemand eigenlijk, vind ik. Die laat ik per keer het wiel opnieuw uitvinden. En voorkomen nieuwe... En daar heb ik heel veel respect voor. Die helemaal vrij uit het niks, dus iets uit niets maken. Met, lijkt het wel helemaal geen referentiekader in het oudere werk. In het vorige werk, wat dan toch natuurlijk van tijd tot tijd in de thematiek weer terugkomt. En dat kan met de meest simpele middelen. Ik vind het soms zeer verrassend. Dat hadden we al eens eerder gezien, dat beeld met die kraam. Maar dat vind ik nog steeds buitengewoon goed werken. Want het is bijna niks. De slang die zijn eigen staart bijt. Het is een zeer, dat is eigenlijk het alleroudste thema van de kunst. Eigenlijk. De Ouroboros, begin en eind tegelijk. En dat houdt nooit op. En dan en met dat soort materiaal, dat vind ik dus echt een zeer sterke inventie. En ik heb ook de, ik ben echt onder de indruk van zijn kunstleiderschap. Ik vind dat zeer bijzonder. En ik wil het absoluut steunen. Jan? Ja, er zijn al hele goede dingen gezegd. Die kan ik alleen maar beamen. En ik zit nu te kijken of ik er ook nog iets af kan doen. Want Philip heeft het zo goed verwoord. Wat kan ik nou nog daaraan toevoegen? Ik vind het inderdaad zo dat hij maakt beelden die blijven. Die blijven vastzitten. En hij maakt een heel alert gebruik, goed inventief gebruik van diverse materialen om dat beeld te formeren. En dat is vaak heel eenvoudig. En als ik even goed geluisterd heb naar wat Auke waarschijnlijk ook stoort, dat is dat het zo compleet eenvoudig eruit ziet en daardoor ook die keurigheid wel een beetje heeft. Dat begrijp ik wel. Het zit een keurige kant aan. Maar ja, ik vind het dan toch, die ontwikkeling is zo duidelijk met het vorige werk, waarbij hij veel meer gebruikt, veel meer nodig heeft om iets op te roepen. En hij doet het nu eenvoudiger en helderder en ja, in alles duidelijker. Dus ja, goed, dit moet je absoluut steunen, volgens mij. Martijn, maar ik vraag maar even in één keer, als het mag. Als het duur. Iets aan toe te voegen. Dat legt aan dit, ja wordt. Aan deze lofzang. Nee, ik vind ook dat de ontwikkeling prachtig is doorgezet. Ja. Ja, ook. Ik weet niet. Ja, die jongen die kan niet beter wensen natuurlijk. Ja. Hij kan niet beter wensen natuurlijk. Ja, ja maar je mening gaat zo ver. Ik probeer het maar even. Per jaar is er 16,5 miljoen gulden beschikbaar voor individuele subsidies. Startstipendia, werk, reis- en studiebeurzen, project- en presentatiesubsidies. Het afgelopen jaar werden ruim 400 aanvragen van kunstenaars gehonoreerd. Ongeveer 1000 werden afgewezen. Wij gingen wederom bij de kunstenaars die de moed hadden zich publiekelijk te laten beoordelen op bezoek en brachten de brief mee met daarin het besluit van de adviescommissie. We begonnen bij Henk van Dijk. Mooi. Wat mooi. Toegekend. Ja. 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 Prachtig. Stel dat je hem niet had gekregen. Dat had ik heel erg gevonden. Gewoon, ik geloof, omdat dit al voor mij de tweede keer is dat ik hem krijg. Meer om financiële redenen, als dat ik mij misschien hierdoor als kunstenaar misdeeld had gevoeld. Dus voor mij is het toch wel zo dat ik toch wel voldoende uit mijn werk haal om te weten waar ik zelf sta. Mm-hmm. En ja, nu kan ik weer een jaar verder. En misschien over een jaar kan ik pas zeggen van hoe het vergaan is. Maar nu, ik kan nu zo zonder meer al vooruit met een aantal nieuwe werken weer. Dus dat is toch wel prettig. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Wat was het dan? Wat had je verwacht?
Nou. Nou, eigenlijk niets. Niets gedaan. Niet positief bedoeld. Nou, in ieder geval geprobeerd om het. Om er gewoon rekening mee te houden dat het. Niet gehonoreerd kan worden, natuurlijk. Ja. Maar had je er. Heb je er veel op zitten denken de laatste tijd? Ja, tuurlijk. Ja. Het werk ligt een tijdje stil. Ja. En heb je gedacht aan de consequenties van als het zo vandaag geweest? Doorgaan, hè? Dat wel. Ja. Maar wat verandert er nou? Ja, ik weet niet of er echt wat verandert. Ik denk plannen die ik ermee zou hebben gehad, dat gaat op een wat langere baan natuurlijk. Ja. En het eist wel dat ik nog eens weer eens naar mijn werk kijk, denk ik. Maar, ja. Hoe doe je dat? Nou ja, het confronteert je natuurlijk toch nog weer een keer met wat je gemaakt hebt, wat je hebt ingestuurd. En nog eens een keer nadenken of je op de goede weg zit. Maar lastig. Ja. Zo. Zo. Wat? Dat is het oké? Er wordt voorgedacht. Positief. Ja, dat is het hoor. Had je het verwacht? Ja, het is altijd een gok natuurlijk. Hè. Ik weet het niet, ik kan niet goed beoordelen. Dat is het tof, hè. Nou, ik zal mijn best doen. Dan kan ik denk ik 3 objecten maken. Dan doe ik het samen met die Henk. En dan een beetje voor de eigen platen kopen. Tof hoor. Hierboven criterium, ja. Dat het voldoende van belang is dat het voor de hedendaagse kunst en zo. Dus dat is het. Er staat niks bij over het waarom van de afwijzing. Ja, er staat dus dat zij het niet belangrijk genoeg achten voor de hedendaagse beelden kunst. Wat er nu is of wat in de toekomst, dat kunnen ze nou niet signaleren, zeggen ze. Nee. Dus, dat is het. Ontzettend jammer. Ja, dat is het wel. Maar ja, zoals ik al zei, de wereld vergaat voor mij niet. Nee. En je moet realistisch blijven, vind ik. Ja. En ik zal het zeker een volgende keer aanvragen. Want je kunt het 2 keer aanvragen. En we zien wel weer wat ze. Er is straks misschien een andere commissie. En, ja. Misschien delen die mijn mening. Ja. Dus. Nou, ja. Dat is het. Zeer veel succes. Ja. Nou, rijd beraad. Nou, het is te gek. Tenminste, het is. Ja, fantastisch. Het is gelukt. Te gek. Hey, Diana. Diana, het is gelukt. Hey, dank je. Wat had je nou gedaan als er niks. Als, Een sociale dienst naar de sociale dienst gegaan, een uitkering aangevraagd. En de deurwaarder probeert te misleiden, want die komt af en toe wel eens langs. En kwijtschelding. Nou, nu kan ik het gelukkig betalen. En, Een boel geld, hè?